Hallo, we bestaan 5 jaar en daarom tracteren we je vanaf nu elke week op de allerleukste fragmenten. Het begon natuurlijk allemaal op 3 september 2018. Toen zag ons leven er wel echt nog heel anders uit, hè? Absoluut. Zo. Veel plezier met 5 jaar Mattie en Marieke. Mattie en Marieke. Gaan erin in 3, 2... De eerste week. En dit waren alle leuke momenten. En de rest hebben we eruit gelaten. Met mevrouw Valk. Hi, mams. Nou jongens, heel veel seks. Succes, hè? Ik mis een beetje genegenheid en een beetje kroelen. Ik zou wel weer eens willen dat hij me op de wasmachine zette. Dat is wat ik wil horen in een evaluatie, Mattie Valk. Mijn zender is in de pleeg gevallen, dus ik hoor niks meer. Nee. Ik moet er niet op wachten. Ja, ik hoop dat hij doet, anders moet ik koptelefoon. Echt? Ja. Heb je nooit gerookt? Nee, nooit gedaan. Wat een theater, Marieke Elsinga. Die muts die je van de week op had. Ja? Hij trok hem zo ver over zijn hoofd dat je zijn wenkbrauwen niet meer zag. Heb jij iets wat jij niet leuk vindt aan kleren van mij? Nou, ik vind die pakken uit één gedeelte vind ik niet zo, ben ik niet zo gek op. Zo'n hele lap stof. Dus ja... We krijgen iedere keer bijna ruzie bij dit item. Ja. In het noorden eerst nog kans op buien. In de rest van het land is het droog. Lekker je muts op. Echt serieus. Verdwijnen in een sinkhole, jongen. Dit is David Guetta. Ja, we hebben allemaal onze favoriete fragmenten meegenomen van de afgelopen 5 jaar. Ja, en Joe, we trappen lekker af met jou. Dit is jouw aflevering. Ja, ik heb eigenlijk best wel wat leuke dingen meegenomen. Ik wilde kickstarten met jullie reacties op mijn prankshow. Hey Annie, ben je er blij mee? Ja. Vind je het leuk? Ja. Dit is gewoon veilig, ook 's nachts. Mensen kunnen je gewoon zien. Zelfs met een slok op. Hey maat. Oh, echt jongen. Hoe dan? No! Tijdens de actie met het geluid hebben we deze jongen hier staan. Dus Pop, dus niemand. Hier schrik je niet meer van. Maar wel als die Pop opeens levend is. Het geluid weet u al wat het is. Goedemorgen Tom van de intercom. Goedemorgen Tom. Marieke Elsinga. Jemig. De pemig. Pop zit er echt al heel lang. Het is helemaal geen veilige omgeving meer dit. Nee, als je niet wil laten schrikken, dan moet je bij de bakker gaan werken. Nou, werk ze. Ja, vreselijk Joe. Sorry. Wanneer ga je dat weer eens doen? Dan moet ik misschien weer eens oppakken. Ja, ik moet zeggen, iedere ochtend als ik die donkere lift stap, dus ben ik op zoek naar ergens een verborgen camera. Dat is wel waar. Oh, wat een vreselijk irritant joch ben je eigenlijk. Sorry. Het leuke is bij die laatste beelden dat ik verkleed ben als die etalagepop. Jullie kwamen allemaal al aanrijden, dat zagen we door het raam. Maar wij kregen die kleding niet van die pop af. Dus we zijn als een gek met z'n allen aan die pop gaan sjorren. Nou, echt in de laatste minuut zat ik pas klaar als die pop. Ja, en toen kwamen jullie binnen, dus we konden meteen in actie komen. Oh, echt? Ja, dat was echt secondenwerk. Nou, zoals je vaak in de hoogtepunten ziet, hebben we natuurlijk ook heel veel beelden van achter de schermen. Alles wordt opgenomen. En een van de beste grappen die niet van mij komt, maar ja, van Anne-Marie is toch wel Ain't Got No Money. Ja. Hoe noem je een eend zonder geld? Ain't Got No Money. Goh. Jij zit al helemaal te viben voordat je hem gaat... Ja. Hoe noem je een eend zonder geld? Verspreek me nog 2 keer. Ja. Doe je hem nog wel eens op verjaardagen? Dit is de enige grap die ik kan onthouden. Dit is gewoon mijn go-to grap. Die ga ik de rest van mijn leven gebruiken. Laat nieuwe grappen achter in de comments. Ja. Tijdens het verjaardagsrad hadden wij boer Nico in de uitzending. Die wilde een gooi doen naar die €2500. Maar ja, we kwamen er ook achter dat hij zich een keer had aangemeld bij Yvon Jaspers voor Boer Zoekvrouw. Daar was hij niet door de rondes heen, maar wij dachten wel, we kunnen misschien wat voor hem gaan regelen. Zodoende, boer Nico zoekt vrouw. Naar wie ben je het meest nieuwsgierig? Lunette. Wat was dan in haar brief wat jou het meest aansprak? De nuchterheid. Leuk, hi. Hallo. Gezellig dat je er bent. Waarom heb jij een brief geschreven? Waarom? Ja. Nou, ik zag natuurlijk je filmpje. Ja. Ja, ik was gewoon enthousiast. Ja? Gewoon gevoel, ja. Gewoon omdat ik zo lekker, ja, spontaan ja. Hi. Hoe ging het? Ja, goed denk ik. Hoe is het in het echt? Ja, superleuk. Leuker, ja? Zelfs. Leuker, ja. Was er een flirt? Was er een vonk? Was er een... Wat was er? Oh. Was er iets? Ik hoop het. Oh. Ik moet zeggen, ik krijg er echt warme gevoelens van als ik dat terugzie. Want alleen al het idee dat hij van tevoren dus zegt... ik heb het meest zin om Lanette te zien. En dat zij het dan nu al zo lang zo leuk hebben. Nou, leuker dan dat. We zijn 3 jaar verder en we hebben een uitnodiging gekregen voor de bruiloft. Ze gaan gewoon trouwen. Echt? En ze hebben toch ook al een kind? Nee, ze hebben geen kind. Ze hebben wel veel kalfjes, nou, en maar waarom hebben ze geen kind? Nou, ja. Is het niet helemaal in coronatijd ook opgenomen? Dus dit is opgenomen op de dag dat Rutte zei, we mogen geen handen meer schudden. Dus we waren ook helemaal benauwd, want het was helemaal nieuw van ja, handen schudden op afstand. We begonnen met die ellebogen, dus het is een hele gekke opnamedag ook. Ja. Liefde overwint alles, zo zie je maar. Hè? Zo zie je maar. Daar heb je geen hand voor nodig. Mattie en Marieke. Het is vaak leuk, het is vaak gezellig, maar ik vind komt het hoor. Ja, ik vind ook wel dat ik door jullie een beetje gepusht ben. Ach joh. Ja, nou ja, hallo. Je biedt me een verjaardagscadeau aan, maar dan moet ik wel zoveel kilo afvallen. Om je cadeau te krijgen moet je vandaag op een bepaald gewicht zijn. Kom maar op, Joe. 69,1. Zonder petje, zonder petje. Oké, nog een keer zonder petje. Moet je niet ook je sokken uit? Heeft hij het niet gehaald? 67,4. Wat is dit voor weegschaal? Joe, stagiair van de show, krijgt een week lang een directeursauto met chauffeur. Die weegschaal gooit meteen in de prullenbak, jongens. Dat is echt niet normaal. Hey Joe, gefeliciteerd, jongen. Iemand taart? Ik moest een gewicht halen om een verjaardagscadeau te krijgen. Maar jij zat toch op een of andere Faya Laurens dieet? Ja, ik zat op een of andere crash dieet. Ja, appeltjes dieet heb je ook nog een keer gedaan. Oh, ja. Dan ben je toch altijd aan het jokeren met je gewicht, jochie? Ja, nog steeds ben ik niet aan het Je ziet er fantastisch uit. Dankjewel. Jij wilde zelf een paar kilootjes kwijt voor de lekker. Maar wij hadden jou daar nooit in mogen pushen. En daar bied ik gewoon mijn excuses voor aan. Ik vond het hartstikke leuk. Nou, je hebt mazzel dat het niet bij de Juice-kanaal is terechtgekomen. Ja. Want er is ook nog een anonieme medewerker die uit de school klapte. Het begon met kleine dingetjes en dat werd echt steeds erger en erger. En ja, daarom wil ik nu anoniem mijn verhaal doen. Ik nodig ze uit voor mijn verjaardag en dan komen ze niet. Goh, maar je moet maar zo denken, je kan ook niet al je vrienden kwijt op die bank, dus nu kunnen je echte vrienden komen. Ik had eigenlijk alleen op jullie gerekend. Dat moet je nooit doen. Nee. De dag van een stagiair wordt compleet vergeten. Het is namelijk vandaag de dag van de stagiair en ik hoopte dat jullie een keer koffie van mij zouden halen. Nou ja, kijk. Het is voor jou net zo ver lopen naar de koffiezetautomaat voor ons. Hè. Moet je opeens het wereldrecord klappen gaan doen. Het doet gewoon pijn, letterlijk. Ik hou helemaal niet van klappen. Nou, nog maar 2,5 uur. Dat kan niks. Ja, het gaat van kwaad tot erger. Op een dag zit je in een vuilniszak. Oh. Ja, wie zou dit toch geweest zijn? Hè? Ik weet het niet. Hey, ik sta inmiddels hier tussen alle attributen van 5 jaar Mattie en Marieke. Waaronder ook een aantal quotes. Ik was benieuwd of jullie weten waar deze quote nog over gaat. Hoe lang blijft zo'n ding staan in de buurt van het paleis? Oh, ik weet het denk ik. Wilde jij niet een pop op gaan zetten voor Maxima die 50 werd? Ja. Traditiegetrouw, 50 jaar. Pop in de tuin. Ja. Koningin Maxima is 50 geworden vandaag. En om die reden hebben wij Joe, stagiair van de show, op een missie gestuurd. Hij is richting Den Haag. Daar staat natuurlijk Paleis Huis ten Bosch. Als je 50 jaar wordt, dan is het natuurlijk de traditie in Nederland dat je een pop in de tuin zet. En ja, en verderop staat de marechaussee. Die kijkt een beetje wantrouwend naar mij. Maar ja, het is allemaal goede bedoelingen, jongens. We gaan de pop opblazen. De vraag is natuurlijk, hoe lang blijft zo'n ding staan in de buurt van het paleis? Ik zie geen marechaussee, behalve de man bij het hek. Nou, ik denk dat ik hier nog dagen kan blijven staan als het moet. Hallo, dat was de marechaussee. Oh jee. Ja, jullie komen ook even de pop bewonderen, of? Ja, zeker, zeker. We komen even de pop bewonderen. En wat vinden jullie ervan? Kan die zo even een dagje blijven staan of is dat toch lastig? Maar als de pop daar kan blijven staan, is het voor ons goed. Hoor. Ja, nou super. Ik zorg dat je niet op de rijweg komt dan. En dan kunnen we hier de rest van de dag blijven staan. Jullie wel, ja. Oké, nou super. Hey, dankjewel. Nou werk ze, jongens. Jo. Nou, als ik naar die beelden kijk, het was toch weer ijskoud en de hele ochtend heeft het geregend. Ja, die dag ben ik echt nat geregend, ja. Maar zou ze iets hebben gezien of meegekregen ervan? Die pop is gigantisch. Die 3 huizen verderop zie je dat nog. Bij wie heeft het ding nog meer gestaan? Danny de Munk. Kalle Bossart. Quitty Trustful. Ja, bij koffietijd toen nog. Ja, klopt. Waar bewaar jij die pop eigenlijk? Ligt die in je kofferbak? Of? Ja, kan ik altijd meteen op pad. Als er iemand 50 is, poep, oh, ik zo weg. En we hebben die pop al heel lang niet gedaan. Echt, wij worden bijna 50. Mattie en Marieke. Hey, het laatste fragment wat ik jullie wil laten zien is eigenlijk iets waarvan ik denk dat het nog steeds heel veel potentie heeft. En dat is dat we naar het oosten vertrekken, naar Duitsland. Ik bedoel, Jan Smit heeft er gezeten, Chantal Jansen, Linda de Mol. Jullie in het Duits, nagesynchroniseerd. Waanzinnig succes. Hey, aber Leute, noch ein kleiner Tipp. Das hat mir eine gute Freundin von mir immer erzählt. Ein Hemd ist eine Jacke. Wenn du also ein Hemd trägst... Was? Ein Hemd ist eine Jacke. Ein Hemd ist nicht, eine Jacke? Du, nicht, dass du dieses Wochenende ohne Mantel nach draußen gehen kannst, denn der Winter steht vor der Tür. Ja? Aber ein Hemd macht so viel Unterschied, wie kalt es dir ist. Ich sehe Anne-Marie wieder nicken. Aber ich finde Shirts bei Männern echt unsexy. Ein Hemd ist eine Jacke. Ein Hemd ist eine Jacke und eine Kuh ist eine Kuh. Mann ist ein Mann, eine Frau ist Frau, aber ein Hemd ist eine Jacke. Nou, jongens. Ja. Echt goed. Deze mensen hebben dat zo goed gedaan. Ja. Ja. Ik zeg het ook best wel vaak thuis. En hemden zijn jakken. En dan zegt Sander vaak en een koe is een koe. Wat leuk dat jullie thuis Mattie en Marieke naspelen. Hij heeft ook wel eens bij jou alle vormgeving opgevraagd. Ja, dat klopt. Alle jingles en alle liedjes. Ja, en thuis, ja. Zit hij wel, dan had ik wel eens thuis een verhaal verteld. Dan zit hij op zijn iPad en denk ik, waarom luistert hij niet naar mijn verhaal? Maar dan ondertussen is hij dan zo'n melodietje aan het opzoeken dat jij ook altijd eronder schuift. Dit is echt waar. Dit is echt waar. Ja, ik heb hem alle liedjes en alle jingles gestuurd van de show. Ja, ja. En heel soms doet hij thuis, dan zegt hij opeens een stelling. En dan zegt hij bijvoorbeeld, vanavond lasagne, 3, 2... Ja. En dan moet ik ja of nee zeggen. Ja, dit is echt een dood en clubje waar u naar kijkt, mensen. Echt een dood en clubje. Dit was 5 jaar Mattie en Marieke voor deze week. Ja, volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En die wordt dan gehost, Matt, door jou. Dus... Heb je al wat voorbereid? We zien je volgende week. Je hebt nog een week. Kom wel goed. Tot volgende week. Lekker zitten hoor. Mattie en Marieke. Q-music. Mattie en Marieke.